Oké. Ik heb langer over nagedacht om of ik deze video wel zou maken. En ik heb toch besloten om het te gaan maken. Dus ik ga me sterk houden. En ik heb besloten omdat ik denk dat wij hier allemaal lering uit kunnen trekken. Voor mezelf is dat ik hier altijd terug naar kan kijken. En besef wat ik eigenlijk... Hoe ik me op dit moment voel, zeg maar. En hoe ik me op dit moment voel, zeg maar, dat zorgt er altijd voor dat ik ten alle tijde op dit moment klaar zou staan voor mijn moeder. Mijn moeder die eigenlijk al vanaf seconde 1 al altijd klaar voor mij heeft gestaan. Zoals jouw moeder dat voor jou heeft gedaan. Als je moeder ooit hebt gehad, hebt, dan is dat onvoorwaardelijke liefde. En die liefde zit hem in nachten met je wakker zijn, zorgen dat je gaat eten, ze slaapt pas als jij gaat slapen. Als je ziek bent, dan blijft ze op, ze brengt je naar de dokter. Je moeder is iemand die, dat is gewoon jouw pilaar, zeg maar. Dat is het allerbelangrijkste wat jij eigenlijk hebt. En dat moeten we koesteren. Het is iets wat... En ik denk dat... Dat wij vaak de verkeerde keuzes maken. Althans, ik. In de zin van... In mijn geval is het zo dat mijn moeder bijvoorbeeld... altijd heeft gewerkt, en eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds werkt, om te zorgen dat wij gewoon brood op tafel hebben. Van de verhalen wat ik heb gehoord is dat zij me altijd naar school bracht. Van de verhalen die ik heb gehoord, bracht ze me 's ochtends voordat ze naar werk ging, om 6, 7 uur, bracht zij mij naar, gewoon naar de oppas in de kou. Gewoon een echt vasthouden en echt zorgen dat ik gewoon geen kou vat of wat dan ook. En als je op de basisschool komt, dat moet je voorstellen dat je moeder 's ochtends vroeg opstaat. En 2 bussen gaat pakken, zodat jij uiteindelijk op school gaat komen. En dan 2 bussen terug. Maar je moet ook weer opgehaald worden. Dus 2 bussen heen en 2 bussen terug. En dan zorg dat je gaat eten. Ze staat altijd klaar voor je. Altijd. Ongeacht wat. En op een gegeven moment komen we op een leeftijd dat je die puberteit ingaat. En dat je dan denkt dat je alles weet. Dat je moeder niks weet. Dat je ouders niks weten. Ze zijn niet met deze tijd. Ze snappen niet waar wij tegenaan lopen. Ze snappen dit niet. Ze snappen zus niet. En het bizarre is dat als je moeder je wat vraagt. Of als ze wat mij vraagt. Ja, ik heb geen tijd. Ik moet weg. Dus we hebben voor alles hebben we tijd. Behalve voor onze moeder. We zijn onoverwinnelijk. Het komt goed. Je moet je voorstellen. In mijn geval. In heel veel van jullie. Heeft de moeder heeft gewoon. 4 kinderen. Gewoon 4 zoons. Dus geen dochter. Gewoon 4 zoons. Waarvan 1 gehandicapt is. En daar zorgt ze gewoon voor. Gewoon volledig. Staat ze gewoon altijd staat ze daar klaar voor. Ongeacht wat. En ik heb... Ik ben getrouwd. Ik heb kinderen. Als onderaan. Als ik bij mijn moeder thuis kom. Eerst wat ze gaat doen. Ze gaat gelijk staan. Gelijk kijken of ik wat gegeten heb. Of wat gedronken heb. Of iets met mijn kinderen is. Gewoon 24/7 staat ze gewoon klaar voor mij. Waarom kiezen wij dan soms voor om, wanneer ze iets vraagt, dat we dan net iets anders willen gaan doen of wat dan ook? Als je nu te horen zou krijgen van je moeder is er morgen niet meer, wat zou je dan allemaal doen? Wat zouden wij allemaal gaan doen?
En ik hoor je niet al denken, ja, ik zou dit doen, ik zou dat doen, ik zou zus doen. Is dat oké, zo'n gedachte? Pas als. Ik weet het niet. Ik wil niet zeggen dat jullie, of dat jij verkeerd bezig bent, of wat dan ook. Ik betrek het vooral op mezelf. En ik stel meer de vraag eigenlijk. Dus ik wil niemand in die positie zetten om te zeggen, je doet het niet goed, of wat dan ook. Ik kijk gewoon puur voor mezelf. En dat is ook een van de redenen dat ik deze video ook maak, is gewoon een wake-up call. Eigenlijk van, dat we even bewust worden. Dat vind ik nu ook mijn rol. Dat in ieder geval de aantal kijkers die ik bereik, dat ik ze wel iets probeer mee te geven. Dus ik weet dat er heel veel kinderen of dat er heel veel jongeren kijken. En er komt een moment in je leven dat er iets gaat gebeuren binnen jouw gezin. Binnen jouw familie. Ongeacht wat. Er komt een moment. Of je moeder komt te overlijden. Of ze wordt ziek. Of wat dan ook. En er was een moment dat ik met mijn moeder meeging naar het ziekenhuis. En toen kregen we te horen. Oké. Toen kregen we te horen dat mijn moeder tumor had. Heeft. En het is iets wat je totaal niet had verwacht op dat moment. Maar dan verandert er wel iets. En terwijl ik deze video aan het maken is, ben ik 's ochtends vroeg naar het ziekenhuis geweest. En ja, terwijl ik nu in de camera praat, wordt zij nu geopereerd. Aan de hersenen, aan de hoofd. En dus we hebben met haar meegelopen tot aan de operatiekamer. En ik heb me groot. Ik heb me altijd groot proberen te houden. En op het moment dat ze naar binnen gaat, doet ze gewoon smeek beter voor ons. Gewoon voor ons, niet eens voor zichzelf, gewoon voor ons. Dat wij uiteindelijk goed terechtkomen, dat de juiste keuze maakt. Dus inshallah, met Gods wil. Gaat alles goed. En dan hoop ik dat we nog inshallah heel lang van onze moeder kunnen genieten. Ik hoop dat jullie van jullie moeder kunnen genieten. Dat jullie van deze momenten gebruik kunnen maken. Om goed voor je moeder te zorgen. Uiteraard ook voor je vader. Voor je broers, zussen. Ik hoop dat we hier allemaal lering uit trekken. Inshallah. En vergeet me als ik iets verkeerds heb gezegd of wat dan ook. Ik bedoel het eigenlijk niet verkeerd. Amma. Inshallah. هفين من يخرج تكون تفرجي إن شاء الله وقت طلب منك السماح اسمحي لنا في الدنيا والآخرة وإن شاء الله نعيشو جميع ونعيشو بواحد ان شاء الله بحال واحد الحلاوة ان شاء الله ونتمتعو ببعضياتنا نتهلاو ببعضياتنا والله يكتر خيرك بلا ربيتينا ودايما توقفينا ملي تكون شي حاجة دايما انتي هي الاولى اللي تعيطي وان شاء الله يفوت كل شيء بخير
ونطلب ربي يوفق ان شاء الله ويخلي لنا جمعين ان شاء الله ويسمح لنا في الدنيا والاخره. ik bedank jullie. Het was niet de bedoeling, maar ik hoop dat nogmaals dat we hier lering uittrekken en dat we verder eigenlijk ja, heel gelukkig leven. En we moeten vooral dankbaar zijn dat we in zo'n land leven, oprecht. Want dit is een... we klagen echt heel veel. Maar zodra ze iets hebben gevonden, meteen geopereerd. Op beste chirurgen, beste zorg. En ik weet, ik kan van alles, weet je. Ik geloof in God natuurlijk. En alles is voorbestemd. Maar die mensen in de zorg, echt top. Chapeau. En ik bedank jullie voor het kijken. En zoals we altijd zeggen, alleen maar liefde. Altijd positiviteit. En ik heb eerlijk gezegd Bilal bewust hier niet bij meegenomen. Ik weet dat jullie echt Bilal heel graag willen zien. Maar ik hoop wel dat jullie kunnen begrijpen. Dat ik het echt moeilijk vind. Dus vergeef me daarvoor. Ik wil ook tegen moeder zeggen, inshallah, ze bij de drari, of Bilal, maar amro wat gemeen, inshallah. Ahna di rabbi wa, wa ikbir ma'ana, inshallah ikon l'khair, inshallah. Mensen, arf datchi, assalamu alaikum, tot snel, lima liefde. كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها أمي هي نبع حنان أمي هبة الرحمن والروح كما الريحان أسعد كم بشداها أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها أمي هي أحلى الحور يبدو في الوجه النور أمي فرح وحبور وضياء